Een hele goede middag allemaal. Welkom bij de vierde week van Grip op Informatie. Mijn naam is Roen Jonkers, ik ben projectleider bij VNG Realisatie. En we hebben deze week weer 14 webinars, 39 sprekers en ondertussen meer dan 1300-1400 unieke deelnemers. Ook voor vanmiddag hebben we een leuk verhaal volgens mij. Het gaat vanmiddag met name over het archiefbesluit en archiefregeling. En met name bekeken vanuit de duurzame toegankelijkheid. Twee collega's van het ministerie van OCW zullen het dadelijk toelichten. We hebben meer dan 400 deelnemers voor dit webinar. Mocht je nou tijdens het webinar vragen hebben, dan kan je deze stellen in de chat. Ze proberen die zoveel mogelijk te beantwoorden tijdens het webinar. Mocht het nou niet lukken, dan zullen ze achteraf beantwoorden. Zoals je misschien gezien had in het programma, Gerard Koster van de gemeente Utrecht zou ook nog een verhaal vertellen. Om te kijken van, nou, wat betekent dat voor de praktische koppeling naar jouw gemeente. Alleen Gerard is helaas ziek, dus is daardoor vanmiddag verhinderd. Nou, bij deze ook Gerard heel veel beterschap. En hopelijk kan je volgende keer wel weer aansluiten. Mocht je nou tijdens het webinar ook nog eventueel een bericht willen plaatsen op sociale media, gebruik dan de hashtag WVGrip. Wat staat voor Week van Grip. Nou, het programma voor vanmiddag. Als eerste gaat eigenlijk Allard Litjes aan boord komen. Allard die is projectleider bij het ministerie van OCW. En dat praat over de planning van de wet en de besluitende regeling. Daarna komt Marieke Klomp aan het woord. En Marieke die werkt ook bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Als, hoe noem ik het ook even, ja, beleidsmedewerker. En nou goed, heel veel plezier vanmiddag en ik geef graag het woord aan Allard. Oké, welkom iedereen bij deze bijeenkomst. Wij zijn een tijd geleden ook een keer bij jullie geweest, om eens te vertellen. We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt. We moesten een achterstand van 3 maanden inhalen voor de archiefregeling. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar wel grotendeels. Dus vanmiddag gaan we jullie toch een beetje een tipje van de sluier oplichten, wat we nou allemaal uitgesproken hebben. Niet alleen, met heel veel experts hebben dat gedaan uit jullie midden. Dus wij gaan daar gewoon jullie doorheen nemen en hopen jullie dan iets meer duidelijkheid te geven wat wij allemaal gedaan hebben. Het belangrijkste is waar we het eerst over willen gaan hebben is de planning. Hoe ziet het er nu naar uit? Want iedereen vraagt zich af, waar blijft die archiefpad nu? Waar de regeling een onderdeel van is. De bedoeling is, hopelijk dat hij dit jaar nog naar de Tweede Kamer gaat. Het zit in de pijplijn, dus het kan het wat dat betreft natuurlijk helemaal afhankelijk van de planning van de ministerraad en ook van de Tweede Kamer of zij het dan meteen op gaan pakken. Dus dat is wel spannend voor ons. En het mooie is dat meteen bij de archiefwet, op het moment dat die live komt, naar de Tweede Kamer gaat, dat er ook een heel map met documenten, in staat van openbaarheid, ook meteen openbaar gemaakt worden, waarin verteld wordt hoe de archiefwet tot stand is gekomen. Dus jullie moeten nog heel even geduld hebben voor de archiefwet zelf. We hopen nog steeds dat die dan komend jaar ook behandeld worden door de Eerste en Tweede Kamer. Dat kunnen wij zelf niet beïnvloeden. Dat bepaalt namelijk ook de snelheid voor de andere dingen. Het streven van ons is om begin volgend jaar het besluit en de regeling op het web te zetten ter consultatie. En ook een uitvoeringstoets laten uitvoeren om te kijken of het niet duurder wordt en of het allemaal wel kan. Wat wij bedacht hebben. En ook dat moet dan eind volgend jaar allemaal klaar liggen en zoals de planning nu is, proberen we 1 januari alles te publiceren. Onder voorbehoud van wat ik net verteld heb, want dat kunnen wij zelf niet beïnvloeden. Dus voor ons ook heel spannend, we hebben er hard aan gewerkt. En ja, vanmiddag gaan we dus op de archiefregeling in. En ik wil daarom graag het woord geven aan Marieke, die jullie wat verder op de inhoud zal innemen. Ik kom straks een keer terug. Even tot een vraag, Allard. Want je had het even over de planningen. En die zit ook hier in een overzichtje. Iemand stelt in de chat de vraag van, wat betekent nou precies de archiefwet? Naar aanleiding van de internetconsultatie, is het dan veel gewijzigd of niet? De archiefwet heeft naar aanleiding van de internetconsultatie, maar ook naar aanleiding van commentaar van de Raad van State, hebben we nog het nodige aangepast. En ook zijn we wel een beetje ingehaald, waardoor natuurlijk het hele gebeuren rondom de Belastingdienst, de toeslagaffaire. Dat hebben we ook allemaal nog mee kunnen nemen in de toelichting en in de wet. Om daar, zover wij daarmee te maken hebben in de wet natuurlijk dingen. Dus het is inderdaad wel wat ingewijzigd. Misschien niet zozeer in de artikel, maar zeker in de toelichting is er de nodige aanpassingen nog gedaan. Om het te verduidelijken hoe het tot elkaar verhoudt. Ondertussen is ook de WOO aangenomen, de wet openbare overheid. Ook dat hebben we allemaal mee kunnen nemen nog. Om ja, daar in ieder geval de verband te drukken. En het blijft in de praktijk toch lastig hoe die wetten zich tot elkaar verhouden. Maar dat is wel nog meegenomen. Oké, dank je. Marieke. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Marieke Klomp. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW. En samen met Allard houden we ons bezig met de nieuwe archiefregeling.
Vanmiddag wil ik jullie meenemen langs twee onderwerpen. Het eerste is het begrip duurzame toegankelijkheid in het archiefbesluit. En vervolgens wil ik jullie voorlichten over de opzet en de reikwijdte van de nieuwe archiefregeling, zoals wij dat over hebben. Ik ga eerst beginnen met het begrip duurzame toegankelijkheid. Eens als slide terug, Jeroen. Je gaat wat te snel. Ja, het begrip duurzame toegankelijkheid. Dat is een begrip wat de laatste jaren veel opgang heeft gemaakt. En we willen dat in de archiefwet, besluit en regeling aanvliegen als drietrapsraket. Waarbij het begrip wordt geïntroduceerd in de archiefwet. En dat gebeurt in de artikelen 4.1 duurzame toegankelijkheid. Daarin staat dat een verantwoordelijk overheidsorgaan passende maatregelen treft om hun documenten duurzaam toegankelijk te maken en te houden. En vervolgens komt het ook terug in artikel 4.6, waarin de grondslag voor de nadere regels wordt gegeven. In de wet zelf wordt er geen begripsomschrijving gegeven van duurzame toegankelijkheid. Maar in de memorie van toelichting wordt al wel enige richting gegeven. Door te stellen dat het nodig is om een voortdurende zorg te hebben voor documenten. Zodat deze vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. Vervolgens hebben we dan gekeken, oké, op welk niveau zouden we een definitie van duurzame toegankelijkheid willen opnemen? Is dat in het archiefbesluit of is dat in de archiefregeling? En we hebben ervoor gekozen om dan een begripsomschrijving op te nemen in het archiefbesluit. En dan vervolgens inhoudelijke eisen in de archiefregeling uit te werken. En zo krijg je dan een drietrapsraket waarbij het begrip geïntroduceerd wordt op het niveau van wet. Er een begripsomschrijving komt in het archiefbesluit en de inhoudelijke eisen terechtkomen in de archiefregeling. Mag ik de volgende slide doen? Waarom exact in het archiefbesluit? We hebben gekozen voor het archiefbesluit omdat het dan een juridische en inhoudelijke brug vormt naar de meer concrete eisen in de regeling. We hebben verschillende expertgroepen gevormd rondom de verschillende onderwerpen in de archiefregeling. En een van de zaken die in vrijwel alle expertgroepen terugkwam, was dat men behoefte had aan een gezaghebbende omschrijving van duurzame toegankelijkheid. Het is een begrip wat steeds populairder is geworden in de afgelopen jaren en wat door verschillende overheidsorganisaties en ook in het archiefwezen steeds vaker gebruikt wordt. En tegelijkertijd zien we er ook een dat de invulling van dat begrip heel erg uiteenloopt. En het opstellen van nieuwe wet en regelgeving is dan een mooi moment om een gezaghebbende omschrijving op te nemen. Waarom hebben we dan gekozen voor het niveau van een archiefbesluit en niet voor het niveau van archiefregeling? Het is toch een kernbegrip. En het opnemen in een archiefbesluit geeft een langer durend houvast bij de uitvoering. Mochten inhoudelijke eisen die gesteld worden in de archiefregeling achterhaald zijn, en mocht de archiefregeling nog niet vernieuwd zijn, dan is het altijd mogelijk om weer terug te grijpen op de begripsomschrijving in het archiefbesluit, om dan vervolgens de duurzame toegankelijkheid zelf alvast een vorm te geven, vooruitlopend op bijgewerkte inhoudelijke eisen aan de regeling. Mag ik de volgende slide, Jeroen? Hier, we hebben ook al een conceptartikel opgesteld en dat zien jullie hier. Ik wil hem graag met jullie doornemen en er een aantal algemene opmerkingen bij maken. Ten eerste is het goed om te beseffen dat het conceptartikel voor duurzame toegankelijkheid geldt voor alle documenten. Dus dat geldt zowel voor papier als voor digitaal. Het geldt zowel voor blijvend te bewaren documenten als voor documenten die op termijn te vernietigen zijn. Ook goed is om te beseffen dat het
het begrip inhaakt op document in de zin van een geheel van gegevens ongeacht de vorm. Dus we haken aan op de definitie zoals die nu in de archiefwet staat. Dat gezegd hebbende, hebben we het opgedeeld in twee delen. Ten eerste stellen we dat een overheidsorgaan de door hem opgemaakte of ontvangen documenten op zodanige wijze beheert dat deze gedurende de bewaartermijn van de daarvoor geldende selectielijst vindbaar zijn, beschikbaar zijn, leesbaar zijn, interpreteerbaar zijn, betrouwbaar zijn en beschermd tegen fysiek of technologisch verval. En daaronder staat dan dat bij ministeriële regeling nadere regels gesteld worden omtrent het op passende wijze duurzaam toegankelijk maken en houden van documenten. Dat is dan ook weer het haakje waarop de inhoudelijke eisen van de archiefregeling aanhaken op het archiefbesluit en via het archiefbesluit weer op de wet. Zoals gezegd geldt dit artikel dus voor alle documenten te vernietigen en te bewaren, papier en digitaal. We leggen in de omschrijving ook een relatie met de selectiebesluiten en de bewaartermijnen. En dat doen we vanuit het idee dat duurzaam toegankelijk betekent toegankelijk zolang als nodig is. En toegankelijk zolang als nodig is betekent in de praktijk toegankelijk gedurende de geldende bewaartermijn of blijvend. Jeroen. Marieke, er zijn vragen in de chat. Eentje gaat over van, we hebben het net over documenten gehad, hè? Ja. Waarvoor de rekening gaat gelden. Maar gaat ook over gegevenssets, datasets en bijvoorbeeld ook algoritmes. Ja, die vallen onder de begripsomschrijving document in de archiefwet. Die heel breed is opgesteld. En in de memorie van toelichting op de archiefwet staat ook dan dat onder documenten ook datasets en algoritmes vallen. Ja, dus die vallen daar zeker ook onder. Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen dat niet begrijpen onder het woord document. Dan toch vaak vasthouden aan de oude definitie. Ja, dat snap ik. Dit is een discussie natuurlijk die ook al bij de consultatie van de wet aan de orde is geweest. Die ook is ingebracht. We hebben die commentaren ook echt in overweging genomen. En uiteindelijk hebben we besloten om bij het begrip van document ook aan te sluiten bij het documentbegrip uit de boom. En dat is wellicht een wat klassiekere omschrijving, een klassieker begrip, maar ook die geldt, daarvoor geldt voor de WO dat die ook breed uitgelegd kan worden en ook breed uitgelegd dient te worden. Maar ja, we herkennen de discussie. Het begrip document is misschien wat conventioneel, maar bij de definitie en de toelichting daarop wordt wel heel duidelijk uitgelegd dat het dus veel breder geïnterpreteerd moet worden. En dat daar dus e-mails onder vallen, WhatsApps, maar ook de wat nieuwere vormen als datasets, algoritmes, et cetera. Ja, helder. En dan andere vraag, Marieke. Veel organisaties houden zich niet aan de eisen uit de archiefwet. Waarom zou dat straks wel gaan gebeuren? Nou, ik denk dat daar verschillende redenen zijn waarom dat wel gaat gebeuren. Er zijn een aantal zaken waar wij zelf invloed op hebben. Is dat we proberen om de eisen die we stellen in de archiefregeling zo concreet mogelijk te maken. Waardoor het voor organisaties helder is waaraan ze moeten voldoen en wat ze moeten doen. Twee is dat we het klimaat, zeg maar, het politiek, maatschappelijk en ook bestuurlijke klimaat onder invloed van onder andere de toeslagenaffaire ontzettend veranderd is. En dat is een externe factor die moeilijk direct vanuit wetgeving te beïnvloeden is. Omdat dat namelijk iets zegt over de prioriteit die een organisatie geeft aan informatievoorziening. Ik denk wel dat de huidige discussies over het noodzakelijk zijn of van op orde zijn of komen of brengen van de informatiehuishouding gaat helpen om de archiefwet beter na te leven. Ja. Helder. Toch even een vraag nog even richting de definitie. Hè? Guido stelt dat. Waarom toch uiteindelijk aansluiten op de WO als de term niet voldoet? En informatieobject was toch logischer geweest? Ja, de term informatieobject hebben we ook overwogen. We hebben er uiteindelijk
daar niet voor gekozen, omdat het binnen de ICT wel een heel gangbaar, begrip is. Maar voor leken is het een veel minder gangbaar begrip. En het is ook echt een heel abstract begrip. En we hebben er wel bewust voor gekozen om aan te sluiten bij de WO. Omdat die ook gaat over het informatiehuishouden op orde krijgen en brengen. Het zijn natuurlijk twee wetten die hun eigen werkingsgebied hebben. En voor een deel ook hun eigen begrippen en terminologie kennen. Maar het zijn ook twee wetten die nu tegelijkertijd die ook hand in hand gaan. Als je goed voldoet aan de archiefwet, dan helpt het jou als organisatie ook om goed te kunnen voldoen aan de WO. Dus vandaar dat we er toch voor hebben gekozen om die twee te laten samenlopen. Maar we begrijpen ook dat het een niet ideale keuze is. En dat het in de praktijk ook van mensen zal blijven vragen om uit te leggen wat een document is. En dat dat dus ook heel breed moet worden opgevat. Net zoals men nu ook moet uitleggen dat archieven niet alleen, archiefbescheiden niet alleen betrekking hebben op papier, maar ook op digitale bescheiden. Ja, helder, dank je. Toch nog één vraag, Marieke, als we toch bezig zijn. Hè? Ja. Sancties, worden in de archiefwet of besluit of regeling sancties opgenomen op het niet uitvoeren geven aan de wet? Dat is in de nieuwe archiefwet volgens dezelfde manier geregeld eigenlijk als in de huidige archiefwet. Dus de nieuwe archiefwet beschrijft in met name artikel 10 de artikelen voor toezicht. Waarbij er dus nog steeds onderscheid is tussen het Rijk en de decentrale overheden. Dus de inspectie voor overheidsinformatie en erfgoed houdt toezicht op het Rijk en de archivarissen bij provincies, gemeenten en waterschappen houden toezicht op die organisaties. En daarnaast is er de systematiek decentraal voor van interbestuurlijk toezicht. En die blijft gewoon geregeld worden vanuit de wet revitalisering generiek toezicht. In de wet is er geen grondslag opgenomen om in de archiefregeling of in het archiefbesluit nare regels te stellen over het toezicht zelf. Die wat in het besluit en in de regeling komt te staan, gaat echt over de inhoudelijke eisen op basis waarvan men toezicht houdt. Ja, dankjewel. Dan wil ik toch nog even stil blijven staan bij het conceptartikel. Zoals gezegd, werken in relatie met de selectiebesluiten. Vanuit het idee duurzaam toegankelijk is toegankelijk zolang als nodig. Dat betekent toegankelijk gedurende de geldende bewaartermijn of blijvend. We leggen met dit begrip ook de nadruk op de kwaliteit van de documenten. Dat is uiteindelijk hetgeen wat centraal staat. Wie die kwaliteit ook moet garanderen op waar dat ook gebeurt. Hoewel we zeggen onder 1 een overheidsorgaan beheert de door hem opgemaakte of ontvangen documenten, betekent het ook dat er eisen gesteld zullen worden, of direct of indirect vanuit de archiefregeling, aan de omgeving waarin die documenten beheerd worden. In de wet zelf en de memorie van toelichting daarop wordt ook al betoogd dat zeker in het geval van digitale documenten, de documenten en een omgeving niet of bijna niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dus dit betekent ook dat de omgeving van documenten, zowel op technisch niveau, maar ook systemen, applicaties en de organisatie, bepaalde maatregelen zullen moeten treffen. We hebben deze definitie geïnspireerd op verschillende gezaghebbende bronnen, die ook al bij verschillende organisaties in gebruik zijn. We hebben daarbij gekeken naar het DUTO-raamwerk. We hebben gekeken naar de NEN ISO 15489-1, de versie uit 2016 uiteraard, de laatste. We hebben ook gekeken naar de referentiearchitecturen van de Rijksoverheid en van de gemeentelijke overheden NORA en GEMMA. En op basis daarvan zijn wij gekomen tot dit conceptartikel.
Dat is hetgeen wat ik in ieder geval over duurzame toegankelijkheid in het archiefbesluit zou willen zeggen. Ik weet niet of er toevallig een vraag is binnengekomen via de chat, Jeroen. Ja, er is nog een vraag binnengekomen, Marieke, van Marco. En die geeft aan van, als algoritmen ook documenten zijn, dienen informatiebeheerders en archivarissen dan ook opgeleid te worden in programmeertalen en kunstmatige intelligentie. Zodat ze passende maatregelen kunnen nemen en algoritmen duurzaam te bewaren. En ja, eigenlijk is het niet echt een vraag, het is meer een statement. Hij betwijfelt of een algoritme als document beschouwd moet worden. Ja, ik denk dat het eerste deel van de vraag van Marco net meer een retorische vraag is. Kijk, op het moment dat je zegt dat er dat een bepaald type informatie onder het begrip document valt, dan is het logisch dat er kennis van opgedaan moet worden. Dat geldt natuurlijk even zozeer voor e-mailarchivering en archivering van tekstberichten. Ook daar was er eerst geen kennis van en is het logisch dat op het moment dat er een algemene overtuiging bestaat dat we die moeten gaan archiveren of beheren, dat je daar kennis over opbouwt. Ik denk inderdaad dat het voor informatiebeheerders en archivarissen goed is om meer technische kennis ook op te doen. Dat gebeurt ook al steeds vaker met ook de bijvoorbeeld adviseurspreservering die voor archiefinstellingen bij de EDIPO's werken. Dat is ook heel logisch. En dat je ook kennis moet hebben van kunstmatige intelligentie, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een blijvende groei van het vak. Of je algoritme als klassiek document kunt opvatten. Nee, we hebben hem nu wel in de uitleg breed ingestoken. Technisch blijft dat een vraagstuk. Ja, tegelijkertijd, weet je, dat gesprek moeten we dan ook in de komende jaren blijven voeren. We hebben ook 20 jaar een gesprek gevoerd over of websites een archiefbescheid zou zijn of een berichtje, een tekstbericht. En hoe dan? En ook bij websites, moeten we dan kijken naar de voorkant of moeten we dan het CMS archiveren? Laten we daar vooral komend jaar ook het gesprek over blijven voeren. Want het is heel lastig en de scope blijft ook gewoon in beweging. Ja. Een andere vraag, Marieke. Is de NEN 301549 ook opgenomen? Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Letterlijk in het archiefbesluit of in de archiefregeling? Nee. Op dit moment in wat er inhoudelijk aan materiaal ligt voor de archiefregeling, hebben we deze NEN-norm niet opgenomen. Oké. Andere vraag. Ik heb ook geen verstand van preserveren van geitenhuid, maar dat betekent niet dat een perkamenten orkonde geen archiefstuk is. Pardon, document. Gelukkig, als het goed is, is het binnen de instelling. Ik zie ook niet dat iedereen persoonlijk alle kennis moet hebben. Ik denk dat je dat dan ook meer op organisatieniveau moet regelen. Ja, dat als het goed is, zal er binnen een instelling iemand zijn die wel verstand heeft van het archiveren van verschillende soorten perkamenten. Nou ja, en misschien wel anders gezegd, Marieke, wat je ook al ziet, is dat bijvoorbeeld de videoopnames van de Tweede Kamer worden natuurlijk niet voor niks bijvoorbeeld landelijk beheerd bij beeld en geluid in Hilversum in plaats van bij het Nationaal Archief, omdat daar de kennis is. Dus ik kan me ook voorstellen dat meer instanties met elkaar samenwerken, omdat misschien de expertise ook gewoon niet overal meer aanwezig kan zijn dadelijk. Nee, zeker. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk ook waarom er binnen door de gemeente binnen PNG samengewerkt wordt. Dat één gemeente voortrekker is op onderwerp, trekker is, voorloper is op onderwerp A, die kennis deelt bij anderen en op een ander onderwerp dus geen koploper is, maar gewoon deelnemer. En op die manier kun je dan wel als alle gemeenten samen de kennis vergaren, op een rij zetten en verdelen en gezamenlijk stappen verder komen. Ja, eens. Op dit moment zijn er verder geen vragen, Marieke. Oké, dan gaan we door naar de, wat mensen door naar het tweede blokje archiefregeling. Bij het opstellen van de archiefregeling hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd.
die eigenlijk tot uitdrukking moet komen in de archiefregeling. En de eerste is dat we bij het formuleren van de eisen uit willen gaan van archivering by design. In de archiefwet wordt ook al aangegeven dat een van de redenen om de archiefwet te moderniseren is dat archieven achteraf niet meer op orde gebracht kunnen worden, maar dat dat zoveel mogelijk vooraf gebeurt. Dus het ligt voor de hand om archivering by design mee te nemen in de eisen en de manier waarop we die formuleren in de archiefregeling. Tweede is dat we hebben gekeken naar de herzieningscyclus. De huidige archiefregeling is, als ik me niet vergis, in 2013 voor het laatst gemoderniseerd. Dat betekent dat hij bijna 10 jaar meegaat. En in de verschillende expertgroepen hebben wij ook uitgevraagd wat voor hen de ideale of de beste frequentie van herziening is. En het leeuwendeel van de deelnemers gaf aan dat dat iedere 5 jaar is. En wij zijn van plan om dat over te nemen. Wij denken dat dat een goede balans is tussen enerzijds het verwerken van technologische ontwikkeling in regelgeving en anderzijds ook de praktijk, de uitvoering, de tijd gunnen om deze eisen weer te implementeren. We hebben daarnaast ook gekeken naar het abstractieniveau. Wat is het gewenste abstractieniveau? Ook tussen wet, besluit en regeling. We zullen concreter worden dan het archiefbesluit. Tegelijkertijd zullen handreikingen voor de praktijk ook nodig blijven. Een klassiek risico is dat als je te concreet wordt, dat eisen te snel achterhaald worden door de tijd. Of dat bepaalde eisen ongewenste neveneffecten hebben. Als laatste hebben we ook gekeken naar normen en standaarden. In de huidige archiefregeling komen heel veel normen en standaarden voor. Met name op het gebied van analoge archief en ook eisen aan gebouwen. Wij gaan daar wel heel kritisch naar. Wij gaan er heel kritisch naar kijken waar deze nuttig en nodig zijn. Wat bedoelen we met nuttig? Nuttig is voor ons wanneer ze dusdanig zijn ingeburgerd in de praktijk, dat de praktijk zich eigenlijk niet meer kan voorstellen om niet volgens die standaarden te werken. Denk daarbij toch aan eisen die worden gesteld aan gebouwen. Er is de hele keten van leveranciers ingesteld op het werken volgens die normen. En anderzijds kijken we ook naar, kunnen we ook gaan verwijzen naar een norm of een standaard als het opnemen van een hele lange lijst van inhoudelijke eisen op de regeling echt zou ontsieren. Als wij een lijst van 100 detail-eisen moeten opnemen, dan is het verstandiger om naar een norm of een standaard te verwijzen, ook voor de levensduur van de regeling. Mag ik de volgende slide, Jeroen? Ja, er zijn ook wel vragen, Marieke. Yes. Ja. Even de vraag gaat toch even over die begrippen weer. Hè? Mm-hmm. Waarbij iemand aangeeft, joh, weet je, als ik het verhaal hoor, dan komt het tot de conclusie dat de oude begrippen en termen in de huidige archiefwet niet veel veranderd zijn. Want ook voor papier gelden kwaliteitseisen, alleen het begrip duurzame toegankelijkheid is toegevoegd. Is dat te kort door de bocht of is dat wel een beetje de hoofdlijn? Nee, ik denk dat dat toch te kort voor de bocht is, maar dat komt denk ik bij de volgende slide. Ik denk dat ik daar iets meer over kan zeggen. Mocht het dan niet duidelijk zijn, dan kom even bij me terug. Oké. Een ander punt. Worden in de archiefregeling ook eisen opgenomen over servers, serverruimtes en of operating systems? En zo ja, is er ook nagedacht over eisen die gesteld worden aan de cloud? Dat is een goede vraag. Ik denk dat Allard steekt zijn hand op. Ik denk dat Allard daar graag daar even iets over kan zeggen. Die vraag komt inderdaad regelmatig op. In de huidige regeling staat daar niets over in. En het vreemde is ook, we zijn er nog mee bezig, want ook de grote organisaties als de ministeries, maar ook gemeentes, hebben daar niet een standaard richtlijn of zo voor die gehanteerd wordt. Dus daar zijn we nu op verzoek van de stuurgroep mee bezig om dat uit te zoeken. En dan is altijd de vraag tot hoever ga je in archiefregeling en wat hoort er ergens anders thuis. Maar ook dingen als zeg maar opslag binnen Europa en dat soort zaken. Ja, daar moet je afvragen, wat moet je mee? En ook in het kader van de informatiebeveiliging, het hacken wat steeds meer voorkomt.
zeker bij digitaal, als het eenmaal weg is, is het weg en dan kun je het niet zomaar vervangen. Dus we zijn daarmee bezig. En hoe verder we daarmee gaan, dat hangt ook wat de stuurgroep, hoe verder de stuurgroep erin wil gaan, zeg maar, hoe gedetailleerd dat gaat inderdaad ten aanzien van ook de serverruimtes en zo. Maar als je kijkt naar de fysieke gedeelte, zou je eigenlijk ook, vind ik, voor de digitale kant hetzelfde moeten doen. Want daar gaan we ook heel ver. Ja, papier is wel extreem uitgewerkt dan, hè, ten opzichte van digitaal. Ja. Oké, een andere vraag, en ik weet niet bij wie ik het dan best terecht kan, gaat over, toch over toezicht. Wilm geeft aan van over het toezicht houden en sancties uitvoeren op organisaties die niet voldoen aan de archiefwet. Zie je gewoon dat eigenlijk veel decentrale overheden er gewoon niet aan voldoen. Er zijn veel achterstanden en werkzaamheden, maar het ontbreekt vaak aan voldoende mensen en kwaliteit. En je zou uiteindelijk veel meer organisaties en mensen kunnen helpen als er meer aandacht komt op bestuursniveau. Waarom is er niet ook wel meer aandacht voor in het archiefbesluit of archiefregeling? Ik pak hem wel. Ik denk dat dit ook een voor een deel ook een vraag is. Sowieso alles, eerst even juridisch. Als er in de wet geen grondslag is, dan is het niet mogelijk juridisch om daar in de lager gelegen regelgeving inhoudelijk bepalingen over op te nemen. Twee is dan natuurlijk ook, komt er eigenlijk op neer, is waarom wordt de wet niet nageleefd en zou daar niet bestuurlijk veel meer aandacht voor moeten zijn? Ja, daar zou bestuurlijk veel aandacht moeten zijn. Maar dat, ik denk dat dat dan ook een plaats moet krijgen in de implementatie. En dat is natuurlijk een heel groot begrip, de implementatie. Dat gaat ook een aantal jaren in beslag nemen. Maar het lijkt mij zeker zinvol om bij die implementatie een meer sporenbeleid te volgen, waarbij er ook een spoor is waarbij actief bestuurders geïnformeerd worden en daarbij betrokken proberen te worden. Maar dat staat denk ik los van de inhoudelijke tekst van de wet en regelgeving. Ja. En ook daarvoor geldt weer dat het klimaat waarin je werkt, dat een beetje mee kan zitten of tegen kan zitten. Ja. En Marieke, met implementatie, bedoel je dan de implementatie binnen elk afzonderlijk organisatieonderdeel? Of bedoel je de implementatie vanuit de OCW om de archiefwet te implementeren? Ik denk beide. Ik denk dat er en ook vanuit de koepels spelen daar natuurlijk ook een rol in. De koepels kunnen ook natuurlijk actief hun achterban benaderen met om ze te informeren over de wetgeving die er aankomt en ook op bestuurlijk niveau te interesseren. Maar ook vanuit OCW kunnen daarin stappen worden gezet. We zijn nu intern bezig om daar richting in te kiezen. Dus, en ik denk dat als je het hebt over de implementatie, dat je die uiteen moet rafelen in verschillende doelgroepen die je wil bereiken. De bestuurders zijn één doelgroep. Ik kan me voorstellen dat de archivarissen en de archiefinstellingen een andere doelgroep zijn. De mensen die werken in informatie weer bij de verschillende overheidsorganisaties vormen ook weer een doelgroep. En voor een goede implementatie zul je al die groepen moeten proberen te benaderen en te motiveren. Maar zonder bestuur gaat het ook niet, dat is ook duidelijk. Ja, helder. Zullen we de volgende slide gaan, opzetten en de reikwijze? Ja, dan komen we nu al wat dichter bij de inhoud. We hebben voor de archiefregeling, hebben we eigenlijk de volgende opzet opgemaakt. Die staat kernachtig gevisualiseerd in het plaatje aan de rechterkant. We hebben daarbij eigenlijk onderscheid gemaakt langs twee assen. De enerzijds onderscheid tussen analoog en digitaal. En daarboven korter dan 10 jaar bewaren en langer dan 10 jaar bewaren. Ik ga jullie eerst op het plaatje heen praten en dan kom ik ook terug op de bullets die aan de linkerkant staan. We blijven een onderscheid maken tussen analoog en digitaal. En daarbij geldt dat voor analoog de situatie eigenlijk hetzelfde blijft als in de huidige archiefregeling. Op analoge documenten zijn de bepalingen uit het archiefbesluit van toepassing. En daarnaast stellen we aan eisen aan
blijvend te bewaren informatie. Dus we maken een onderscheid tussen blijvend te bewaren informatie en te vernietigen informatie, zoals we dat nu ook doen. En we maken daarbij ook onderscheid in eisen die we stellen aan de archiefvormer en eisen die we stellen aan de archiefbewaarplaats, dus voor en na overbrenging. De reden dat we onderscheid maken tussen analoog en digitaal is dat in de uitvoering je er toch tegenaan loopt dat analoog en digitaal andere soorten documenten zijn met ieder hun eigen behoeften en hun eigen technische eisen. Ze zijn digitale informatie vraagt gewoon iets anders dan het beheren van analoge informatie. Voor digitaal maken we een onderscheid tussen korter dan 10 jaar bewaren, daar gelden de bepalingen uit het archiefbesluit voor, en een aantal basiseisen die we gaan stellen in de archiefregeling. Allard gaat zo meteen een doorkijkje geven aan over welke onderwerpen dat gaat. Bij langer dan 10 jaar bewaren willen we eisen stellen naast de basiseisen, ook nog aanvullende eisen stellen ten behoeve van preservering. En waarom hebben wij gekozen voor deze opzet? De nieuwe archiefwet formuleert expliciet 4 belangen die gediend worden, namelijk de bedrijfsvoering, verantwoording aan bestuur, politiek en burger, het doen van onderzoek of wetenschappelijk onderzoek en de uiteindelijke erfgoedfunctie. Het is dan ook logisch om eisen te stellen aan documenten die primair of alleen maar het eerste belang van bedrijfsvoering dienen of gedurende bepaalde tijd nog een rol hebben in de verantwoording. Voor digitaal zien we dat ook wel als een investering in de toekomst. We hebben nu nog te maken met een hybride informatiehuishouding, waarbij een deel papier is en deel digitaal. Als OCW zijnde kijken we dan natuurlijk naar het hele stelsel, dus het geheel van alle overheidsorganisaties. We zien dat sommige organisaties al heel ver zijn met digitalisering, andere nog wat minder ver. We zien ook verschillen in tempo als het gaat om digitalisering. Maar we weten wel waar het heen gaat en dat is steeds meer digitaal. Dus vandaar ook dat we bij digitaal zeggen, het is een investering in de toekomst. En we stellen een aantal basiseisen bij documenten die korter dan 10 jaar te bewaren zijn. En met die 10 jaar sluiten we uiteraard aan bij de nieuwe overbrengingstermijn. Ik weet niet of er al vragen zijn in de chat, Jeroen. Ja, er zijn een paar vragen. Een van die vragen is onder andere, data wordt het meest intensief gebruikt in het begin van de levenscyclus. Mm-hmm. Zou je dan de aantal toegankelijkheid niet juist af kunnen met een lager beheerniveau na 10 jaar, omdat juist in de eerste jaren de mate van toegankelijkheid belangrijker is? Dat hangt volgens mij helemaal van het werkproces, het hangt volgens mij deel van het werkproces af. In het kader van de bedrijfsvoering is het inderdaad zo dat documenten in het begin meer gebruikt worden dan daarna. Wij hebben er ook voor willen kiezen om een simpele opzet te maken. Waarbij we dus ook niet nodeloos ingewikkeld willen maken. We kunnen heel veel factoren gaan meewegen. Maar het resultaat is dan dat je een heel ingewikkelde kerstboom als het ware krijgt, een heel ingewikkeld beslisboom van wat je wel en niet in welke situatie moet doen. Data wordt ook in meerdere werkprocessen gebruikt, dus het kan ook zijn dat die in het begin heel veel wordt gebruikt, daarna wat minder en later toch weer meer. Ja, helder. Een andere vraag, komen er ook nog concrete preserveringseisen voor wat betreft digitale archiefbescheiden in de archiefregeling? En komen er ook eisenkaders met betrekking tot het e-depot in de regeling? Dat is eigenlijk een beetje wat de Alex straks overhaalt. Je ziet in de papieromgeving dat de eisen natuurlijk behoorlijk scherp zijn. En eigenlijk wordt ook gevraagd, kan je die eventueel voor de digitale omgeving ook niet wat scherper definiëren? Nou, waar het net over ging was inderdaad welke technische eisen stel je aan een ruimte. Wat ons betreft dienen die eisen er wel te komen.
Als het gaat over, moet je dan geen eisen... Ik ben even op zoek naar, kijk, het gaat over technische eisen die je kunt stellen aan ruimtes waarin de servers van cloud staan. Daar zijn we nog naar aan het kijken. De functionele eisen die eigenlijk aan een EDPO gesteld zouden moeten worden, die vloeien voort uit het duurzaam toegankelijk houden van de documenten. Wat we ook willen voorkomen is dat we expliciete eisen gaan stellen aan bijvoorbeeld EDPO's. En dat er dus allerlei andere systemen waarin ook blijvend te bewaren archief staat, daar dan buiten vallen. Omdat er dan de gerichtheid ontstaat op het EDPO. En dat er dan een redenering zou kunnen ontstaan. Het zit niet in het EDPO. Het zit in een taakspecifieke applicatie of een middelvers applicatie. Dus deze eisen gelden niet. Nee, je moet redeneren vanuit de inhoud. Waar staat het archief? Valt het onder basis of onder plus? En naar aanleiding daarvan moet je kijken welke functies, aan welke eisen je moet voldoen. En wat dat betekent voor de inrichting van je systeem. Ja, ja, helder Marieke. Dat is nu meteen in de praktijk al zo geregeld, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Nee, maar dat is ook iets wat stapsgewijs, ook nu, EDPO's worden ook stapsgewijs aangepast. En wij begrijpen vanuit het ministerie ook goed dat dit ook met natuurlijk looptijd van contracten, dat dit een kwestie is van lange adem en van stapsgewijs de goede richting opgaan. Ja. Een andere vraag, en wordt gevraagd door de Ron, van wat wordt er bedoeld met het begrip kwaliteit? Dus in de zin van, als je denkt aan kwaliteit van papier en zo, dan heb je allemaal wel een beeld bij. Mm-hmm. Maar hoe wordt het er aangekeken? Ja, ja, ik denk dat het een goede vraag. Bij papier kun je die, is die natuurlijk letterlijk vertaald in een NEN-norm. Ligt het niet voor de hand om dat zo direct op dezelfde manier te vertalen als papier in een NEN-norm. Maar... je zou wel kunnen kijken dat je bijvoorbeeld kijkt naar de integriteit op technisch niveau. Dus bijvoorbeeld de integriteit van de bitrate. Dat zou een kwaliteitseis kunnen zijn. We merken wel dat lastig is om dat naar te vertalen naar concrete zaken in de archiefregeling. Dus als Ron daar ook nog concrete suggesties voor heeft, dan houden we ons aanbevolen. Ron, bij deze een oproep. Laat vooral horen, zodat we ook in de chat wat ook actief delen met alle andere deelnemers. Toch, ik stel voor nog één andere vraag te stellen. Dan komen volop vragen binnen om daar door te gaan. En aan het einde probeer zoveel mogelijk de andere openstaande vragen nog te behandelen. Een vraag van de heer Mores. Is het hoger beheerniveau niet vooral van toepassing voor regionale archieven, aangezien de bewaarde informatie in de nieuwe wet na 10 jaar namelijk al moet worden overgebracht? Nee, ja en nee. We hebben inderdaad wel aangesloten bij de overbrengingstermijn dat voor een deel van de zorg komt dus al na 10 jaar bij de regionaal historische centra terecht. Overigens wil ik daarbij opmerken dat er ook nog een aantal gemeenten zijn die een eigen archiefdienst hebben en dus niet aangesloten zijn bij een regionaal historisch centrum. Dus dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat lokaal hebt georganiseerd. Twee is... we gaan nog steeds uit van archivering by design. Dus het is wat ons betreft niet de bedoeling om pas na 10 jaar, op het moment dat de overbrenging, moment van overbrenging aanbreekt, dan pas met de plus-eisen te beginnen. Het idee is dat je dat zo vroeg mogelijk doet. Dus archivering by design betekent dus ook dat je bij de inrichting van systemen, dus ook in de aanbesteding, dat je dan al nadenkt over de basiseisen en de plus-eisen. En als het gaat over de handelingen, ja, dan is het natuurlijk situatieafhankelijk van het werkproces of werkprocessen waarin die documenten worden gebruikt. Of dat je dat heel snel na ontvangst of creatie of misschien na een paar jaar kunt gaan doen. Maar het is wat ons betreft niet de bedoeling om te wachten na 10 jaar totdat je gaat overbrengen. Daarnaast is het zo dat er ook heel veel documenten zijn die wel te vernietigen zijn, maar een vernietigingstermijn hebben van 20, 50 of 70 jaar. En ook voor deze documenten zul je een hoger beheerniveau moeten hanteren.
Ook omdat ja, de bewaartermijn, die is ook vaak gerelateerd aan de termijn waarbinnen je, of gedurende welke je een document nog nodig hebt. Misschien niet meer iedere dag, maar wel maar waarschijnlijk met enige regelmaat. Anders hadden we ze eerder ook wel, kunnen we ze ook wel eerder vernietigen. Misschien is het toch gezien de tijd ook goed om even door te gaan naar Allard. Ja, eens. Goed, na deze verheldering door Marieke, mag ik nog even kort kijken naar wat denken we dan aan als je eisen gaat stellen? Wat ook al een paar keer terugkomt is in vragen, is dat mensen toch wel behoefte hebben aan controle, overzicht en hoe dat maar verder mag heten. Dus we zijn ook op zoek naar hoe we dat op een hele nette manier in archiefregeling neer kunnen zetten, zodat je toch een soort protocol hebt of een overzicht hebt, of hoe je het ook maar noemt, een informatiemodel hebt, waar je dingen vast kunt leggen. Nou, voor die basis-eisen, die plus-eisen, Marieke net heeft uitgelegd aan jullie, hebben we het al wat dingen op papier gezet. Het staat keurig twee rijtjes, een basis-eisen en een plus-eisen. De plus-eisen zit nu nog vooral op de preservering in dit verhaal. En daar zie je ook wel dat in de huidige archiefregeling daar eigenlijk helemaal nog niets of heel weinig over staat. Maar ook hier zit meteen de uitdaging. De dingen zijn al een aantal keer gezegd. Je hebt het niet alleen maar over documenten, maar ook over data en andere uitingsvormen. Dus het is nog wel lastig om dit op een goede manier in archiefregeling te zetten, zodat dat ook duidelijk is voor iedereen. Maar we gaan er wel een poging doen, vandaar dat we deze basis- en plus-eisen ook opgesteld hebben. Om in ieder geval iedere beheerder te dwingen om na te denken, waar ben ik mee bezig, hoe regel ik het? En zeker voor vernietiging bij digitaal, als je het eenmaal weggegooid hebt. En je hebt dus schijf hier opgeschreven, dan krijg je het niet zo 1, 2, 3 terug. Dat zijn dus dingen die hier een rol spelen. Vandaar dat we bij de basiseisen toch een aantal eisen ten aanzien van beheer hebben weer opgesteld. We hebben naar bewaartermijnen moet gekeken worden. Hoe ga je het vernietigen? En hoe bewaar je het? En hoe vervang je het? Ken je het metadata toe? Er moet enige vorm van zoeken, vinden en weergeven zijn. En met het kader van de bedrijfsvoering, wat Marieke ook net al zei, zeker in het begin worden documenten veel gebruikt, moet je daar ook afspraken over maken. Nou, bij de plus-eisen zie je dan heel erg de preservering terugkomen. En dan, ja, dan ga je dus echt aan de duurzame kant kijken. En er staat heel mooi duurzaam bestandsformaten. Nou, een aantal van jullie zullen best weten dat als je daarnaar gaat kijken, dat er heel veel standaarden zijn, maar dat er ook nog niet echt een uniforme standaard is voor wat duurzaam is. We schrijven nu in archiefregeling bijvoorbeeld dat dragers als cd's en cd-roms snel mogelijk vervangen moeten worden en in een systeem gezet moeten worden. Maar ook een netwerkschijf of een dataschijf heeft ook nog niet een hele lange levensduur. Dus wat dat betreft was een papieren ding, als het goed opgeslagen werd, kon ook heel lang meegaan. Dus dat is een beetje zoeken in hoe ver gaan we hier in eis. Want we hebben met organisaties te maken die heel ver zijn, maar we hebben ook kleine organisaties te maken die nog gewoon op papier werken. En ook een interessante is identificatiekenmerken. Je ziet wel steeds meer grote organisaties daar gebruik van gaan maken. Unieke kenmerken meegeven aan documenten waarmee je een geschiedenis vast kunt leggen. Hè, dat altijd over één onderwerp iets terug kunt vinden. Overheid.nl doet dat voor de wetten. Daar kun je dat heel mooi zien. Het wordt helemaal gekoppeld van wet, besluit, regeling. Dat kun je altijd terugvinden als er wijzigingen plaatsvinden. Nou, wij denken dat dat nog in archiefregeling iets te snel is om dat nu al verplichten. Maar we gaan er wel in de toelichting iets over opnemen. Als je het toch gaat vernieuwen, zorg dan dat je dat voor de blijvend te bewaren spullen alvast gaat invoeren, want je hebt er heel veel voordeel van. Dit is eigenlijk in het kort waar we nu aan denken. Ik zeg niet dat dit lijstje compleet is. Dat kan goed dat we daar nog dingen aan toe gaan voegen. Maar hier is waar wij nu aan werken en waar we ook mee bezig zijn om dat vorm te geven. En zodat ook de digitale kant van het beheer van documenten voor archiefvormers en archiefdiensten duidelijk wordt. En we proberen daar dus wel wat af te gaan dwingen om voor de inspecties wat meer controle mogelijk te maken. En de inspecties gaan meer controleren ook in het kader weer van de affaire bij de Belastingdienst. Dus wat dat betreft zal ook meer controle op systeem of archieven gaan komen. Hey Allard, er zit een vraag in de chat. Ja. Wanneer gaan die plusjes gelden? Dit in verband met de mogelijke legacy systemen. Ja, ja. Dus niet alle plus-eisen meteen 1, 2, 3 invoeren. Nee, dat is een goede vraag. Dus daar moeten we gaan kijken hoe lang we dan overgangstermijn voor laten gelden. Want inderdaad,
Als je daar nu nog niet aan voldoet, ik denk dat veel archiefdiensten dat wel al geregeld zullen hebben. Maar uiteraard zal daar een overgangstermijn in moeten komen. En dat is ook een beetje wat Marieke zei, dat de regeling pas na 5 jaar geëvalueerd wordt. Omdat je mensen ook tijd moet geven om het te kunnen invoeren. Een andere vraag van Adrie, die vraagt gewoon, zou uitplaatsing een oplossing kunnen zijn voor digitaal beheer? Dus dat je zegt, weet je, wil je nou iets digitaal goed beheren? Gaan we gewoon sluiten aan bij je EDIPO. Marieke. Nee, Marieke, ja. uitplaatsing is een optie. Wat mij betreft is dat een vraag van de uitvoering hoe je het wil organiseren. Nou, als jij zegt van het zou een optie kunnen zijn om de specialisme dan bij een archiefdienst neer te leggen. Een erfgoed of iets dergelijks. En op die manier dan een knip in je systemen en in je informatieopslag te maken op bepaalde onderdelen. Dat zou kunnen. Maar dat is een vraag die iedere organisatie voor zichzelf moet beantwoorden. Ook omdat het ook verschillend georganiseerd is, zeker op het decentraal niveau. In aanvulling daarop, een aantal ministeries doen dat met het Nationaal Archief op dit moment al. Die hebben hun spullen al uitgeplaatst, ook al hebben ze nog niet overgedragen. En het staat dus gewoon al bij het NA en het EDIPO en kan nog steeds geraadpleegd worden door de ambtenaren van het ministerie zelf. Dus er zijn allerlei mogelijkheden al om dat te doen. Een andere vraag, Allard. Iemand vraagt van, wat is de functionele preservering zoals het staat bij de pluseisen? Dat is een goede vraag. Daar zijn we ook nog een beetje op zoek naar wat dat is. Dat is een ding waar we tegen zijn gekomen in alle dingen die we bezocht hebben. Ik moet zelf ook heel even kijken. Dat is met name om te kijken hoe je de herkomst van een verandering in documenten worden vastgelegd. Dus zeg maar een soort trail dat je kunt zien van hey, waar komt dat document vandaan en we horen thuis. Bijna meer on the trail-achtig dat je weet van de eerste versie, tweede versie, derde versie op die manier. Wie heeft wijzigingen aangebracht? Doe je dat? Of? Ja. Oké. Okay. Oké hoor, nog een andere vraag. En dan gaat even over nog een... Een slide eerder, dan ging het over. Dan ga ik even terug naar die tabel. Er wordt gevraagd van. Voor dit overzicht. Wordt die dan voor AGA by Design als uitgangspunt gebruikt, ja of nee? Wat mij betreft wel. Maar Archiving by Design. Het gaat eigenlijk over alle aspecten van. Het archiefbesluit en de archiefregeling. Het gaat ook over bijvoorbeeld het inrichten van de bewaartermijnen en het inrichten en ook het uitvoeren van vernietiging. Dat moet je niet te vroeg vernietigen, maar de functionaliteit om te vernietigen zul je bij voorkeur inrichten wanneer je een systeem vervangt. Of een grote update daaraan uitvoert. Dus volgens mij zit Archiving by Design... zit eigenlijk in alle aspecten van en alle vierde kwadranten van deze tabel. Helder. Gezien de tijd, Allard, stel ik voor dat we naar de laatste inhoudelijke slide gaan. Nou, jullie hebben nog heel veel gehoord over duurzame toegankelijkheid. En we hebben ook gemerkt in de chat dat er heel veel mensen vragen over hebben. Nou, we hebben al experts aan tafel gehad, maar we zijn natuurlijk nooit behoord om nog andere experts uit te nodigen. En daar zijn de klankbordgroep bijeenkomsten voor. En die zijn op 13 en 14 december. Dus wij zoeken daar nog 2 keer 20 deelnemers voor. Om samen met ons verder te brainstormen over wat jullie net gehoord hebben. Aan de hand van het document wat jullie dan krijgen. Om te kijken of we het nog wat scherper kunnen krijgen. Kijk, het is iets wat we maken voor iedereen in de archiefwereld. En ja... Hoe meer kennis en kunde wij van jullie kunnen gebruiken om het beter te maken, hoe beter de archiefregeling wordt. Dus dit is een van de laatste kansen om mee te denken op het gebied van duurzame toegankelijkheid. En daarna is pas ergens in januari, februari de consultancy op het internet weer. Maar ik zou zeggen, neem nu deel als je denkt een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan zo'n klankbordgroep. En we hebben het al een paar keer gehad en het is hartstikke leuk om als deelnemer mee te doen. Dus bij deze de uitnodiging. Okay, en volgende week... Via Kia in te schrijven. Ja. Stel dat er meer belangstellenden zijn dan 2 keer 20, hè, want we hebben ook in dit webinar hebben we ook nog steeds rond de 230 of 240 deelnemers nu. Ja.
Nou, we hebben gekozen om maar 20 deelnemers, omdat onze ervaring leert, als je dat met 400 man gaat doen, dat dat niet echt gaat werken. Dus omdat het ook de twee richtingen verkeer wordt. Dus wij gaan gewoon kijken, mocht er nou echt spaak lopen, dan gaan we gewoon eventueel nog een derde of vierde bijeenkomst. We nodigen wel iedereen uit om maar één per organisatie te laten doen, zodat meer organisaties de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Dat lijkt me wel zo verstandig. Helder, helder. Hey, en mocht er nog verder vragen zijn, dan kun je ze terecht op archivet@minocw.nl. Ik ga toch even terugkijken, want in de chat hebben we nog een aantal vragen. De vraag is eigenlijk toch even terug over functionele preservering, Allard. Gaat dat niet over de functionaliteit van het informatieobject, zoals bij gistbestanden? Dus dat laag over elkaar heen gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld bij formules en Excel-bestanden. Het zit ook inderdaad in die hoek ook, in de databases. Maar het gaat wel om ze noemen het ook provenance. Oké, okay. Dus meer bij, ik bij meer lagen. Ja. BIM-achterbestanden zo allemaal en dat ze kunnen allemaal voorstellen. Maar als wij dat opnemen, zullen wij zorgen dat er een goede definitie bij zit, een goede uitleg bij zit. Want anders, als het nu al niet duidelijk is, dan moet dat gewoon gebeuren. Maar goed, ik zou bijna wel zeggen, stel dat een collega een goede definitie heeft. Ja, graag. Vroeg niet om het te sturen naar Allard en Marieke. Ja. Ik heb nog een andere vraag. De archiefwet, archiefregeling, archiefbesluit gaat heel erg uit van overbrengen en van overplaatsen. Maar migreren van gegevens brengt altijd risico met zich mee. Moet je juist niet meer focus zijn op het bewaren bij de bron? Bewaren bij de bron is een wat wij ook merken, is ook een heel erg containerbegrip. Er zijn heel verschillende vormen van bewaren bij de bron mogelijk. Bewaren bij de bron en migratie zijn volgens mij toch twee verschillende dingen. Migratie vindt natuurlijk plaats bij overbrenging, wanneer je iets van een DMS of een andere applicatie overkomt, als het ware, in een e-depo of een andere applicatie bij de archiefdienst. Dat is zeker een vorm van migratie en daar is verlies bij mogelijk. Dus daar kunnen we ook extra eisen aan stellen, welke checks je moet doen en inhoudelijke eisen om te borgen dat die volledigheid en integriteit van die documenten borg blijft. Bewaren bij de bron. In de nieuwe archiefwet komt ook een mogelijkheid voor ontheffing. Dat is weer een heel andere vorm van bewaren bij de bron. En daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid van overbrenging zonder verplaatsing. En ik denk, als ik naar de vraagsteller luister, dat ook daarop gedoeld wordt. In de nieuwe archiefwet wordt nog meer dan nu de nadruk niet gelegd op het verplaatsen van archieven. Dat mag wel, maar dat moet niet. Dat is nu ook al. Maar op de kwaliteit van de archieven, de openbaarheid en ook de beschikbaarheid voor het grotere publiek. Dus dan gaat het niet alleen om de doelgroep van ambtenaren, maar ook de doelgroep van burgers. Dus ja, dat staat zeker bij ons op het netvlies. Ja, helder, helder. Ook daarin, als je met Agile by Design werkt, volgens mij kan ook heel veel al daarmee redden voor de toekomst. Dank. Er zijn nog een aantal vragen open, maar gezien de tijd staat toch voor om de af te ronden en dat we nog de laatste vragen daar gewoon via de chat beantwoorden. En achteraf zal dit ook geplaatst worden op kia.pleio.nl, waar ook dit webinar terug te vinden is en straks ook de PowerPoint-presentatie. Ook de overige webinars, die kan je daar terugvinden in de loop van deze week. Mocht je actief willen deelnemen, en eigenlijk ook de oproep nu, die je hoort van Marieke en Allard, van joh, weet je, alleen kan je toch niet, dat doen we vooral samen. Meld je eventueel aan op het forum van de VNG bij Grip op Informatie. Er zitten ondertussen ook iets van 2300 deelnemers in, om met name ervaringen te delen, elkaar actief op te zoeken. En ook interne gaat gesprek aan met je eigen bestuurders. We hebben in dat kader vorig jaar een boekje uitgegeven, Grip op Informatie. Die hebben ook nog een aantal exemplaren fysiek liggen op kantoor in Den Haag. Mocht je wel interesse hebben, dan kan je die opvragen eventueel om aan wethouders of aan MT-leden ook fysiek te geven om gezamenlijk dat gesprek aan te gaan. Stuur dan een mailtje naar gripopinformatie@vng.nl. Voor de rest kan je overige informatie kan je vinden op onze projectenpagina van VNG Realisatie. En jawel,
voor volgend jaar alvast op de agenda. De 7D, 7 met 14 april, een vijfde week van grip. We hebben het nog niet over gehad met Marieke en Allard, maar let op, archiefbesluiten, archiefregeling staat ook gewoon weer op de agenda. Wat wel een van de fundamentele onderdelen is om duurzaam je archiefbeheer te organiseren. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Een hele fijne middag en het verzoek graag als je evaluatieformulier aan het eind van de middag krijgt, vul hem alsjeblieft in. Dan kunnen we ook weer van leren en dan wordt het de volgende keer nog beter. Groetjes en bedankt. Dag.